Namens Bettine, Melissa, Mieke, Sander, Laureen, Danique, Christian en ook namens de ouders, heet ik u van harte welkom bij de officiële opening van het Korrenhuis. Hoe is het om hier te wonen? Ja, steeds leuker. En het is natuurlijk in het begin een beetje wennen. Maar ja, hoe langer je hier woont, hoe steeds meer plezier ik erin heb. En de begeleiding is leuk, en bewoners, iedereen. Steeds meer. Nou, je kamer is bijna af, kunnen we zien. Ja, er moeten nog wel wat kastjes, maar we zijn op de goede weg. Ad heeft in 2013 het pand aangekocht om het te behouden voor de familie. En Ad wilde er graag een waardevolle bestemming aan geven. Daarnaast wilde hij maatschappelijk iets voor anderen betekenen. Vanuit die kernwaarde is het fundament gelegd voor deze kleinschalige woonvoorziening voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Naast al die verbindingen zien we ook dat de bewoners warm opgenomen zijn in de Dussense gemeenschap. Te denken aan de intocht van Sinterklaas, waar we met z'n allen heerlijk aan mee hebben gedaan. Recent het carnaval. Ja, eigenlijk ben ik heel benieuwd naar hoe zo'n dag eruit ziet. Wat doe je bijvoorbeeld in de ochtend? En dan word ik gewoon netjes klaargemaakt, zeg maar, om naar het werk te gaan. Als we dan naar elkaar kijken van wat zien we nu, dan zien we eigenlijk dat met de restauratie het fysieke deel van het Korrenhuis meer dan geslaagd is op een duurzame manier. Maar dat de uitdaging nu is om die sociale kant ook in te vullen en daar continuïteit aan te geven. En we realiseren ons ook dat de knuffelfase van het Korrenhuis een keer uitgewerkt raakt. En dan moet je wel door. Ja, want wat doe je voor werk, als ik vragen mag? Ik werk in de lunchroom bij Lunchroom Dikkie Anders in Sleeuwijk. Daar werk ik natuurlijk ook met heel veel plezier. Daar werk ik al 4,5 jaar. Dus daar ben ik inmiddels wel aan gewend natuurlijk. Maar ik is wel bijna met zoveel plezier, ja. Ja, Jan-Willem, de gemeente denkt natuurlijk graag met jullie mee. Ik was onderweg hier naartoe, toen dacht ik, verhip, ik ben mijn bloemen vergeten. Ik neem altijd een bloemetje mee of iets anders. Maar toen dacht ik, nou, ik kom liever een keer terug om mijn hand uit de mouwen te steken. Ja, dat vind ik inderdaad ook heel fijn. En dat je gewoon je eigen muziek ook kan draaien. Daar heb ik wel dan heel veel plezier in. En daar kunnen ze hier ook in het gebouw soms van meegenieten. Wat is een dankbaar gevoel dat het mij gelukt is met de hulp van o zo velen. Om je maatschappelijk iets heel moois voor een ander te betekenen. En het is iets waar ik als kind al kwam. Dus wat is er nou mooier na heel veel decennia later om hier nu te staan. En die historie van die klompenmakerij die is ook vastgelegd in een boek. En het boek wil ik jullie na afloop overhandigen. Als aandenken van wat er hier allemaal gebeurd is. 250 jaar het Korrenhuis. Of mag maken om een kindje te kippen. Yes! Ja, mooi. Dus hier dus eigenlijk gewoon heerlijk lekker wonen met een prachtig uitzicht. Zeker te weten.